en van welkom bij Dunke op Dunkedel, waarin we frieske kandidaat-keermerleden vreeg. Wat zijn nou eigenlijk mijn fries wollen? We beginnen maar een flitsronde en dan zullen we een aantal stellingen op de politicus oorvuren. En dan hij heel Erik dieper inkeeren op een stelling die de politicus zelfs uit kezen had. Ja, en dan is uw dus gast Jouwke Spoelstra, de noemer Alve van het, van het CDA. Van harte welkom. En eh, nou, gast jongen, bloem, de vragen. Bij de flitsronde krijg je een aantal stellingen, dan is het om jou om te beantwoorden je een Dumke op, Iens of een Dumke Del. Net, Iens? In jouw de kleervraag. Dat hoop ik. dan mag weer een provinciale busvervierder komen. Maar heel doet de Iers. Als CDA vieren we dat we net puur voor het rendement tekenmaten en tekenmaten van de buslijn uit of net, 30 valt de busline nut. En als die vallen, vinden we dat we net als provincie mijn taak hebben om dat op te pakken. En al het water de Google Om het wedding te kwart chin te geven, maar direct op een landbouwgroen bouten. Injes, het is een, uh, een groot uh, probleem. Het bent het te kwart. En we vinden dat we juist uitbreiden? Maar dat verschillende kernen. Ik had het een Gasten Giert van landbouwgrond. Dus moet natuurlijk net altijd landbouwgrond landbouwgeroen te wijzen. Want wie matplak bieden van jong en oud? Injes Dwarp. Jeugd, waarvan we regelen we de toch het Riek en net toch de gemeente? Ja, ik, Injes. Ik uh, kom zelf uit de, uit de gemeente. Uh, ik zie dat het een hele complexe taak is. Die begint met minder financiën in de dwangmateriaal. En dat geeft ook bijna in de meest kwetsbare positie van hun, uh, van hun leven. En we vinden dat we dat opdelen met dat de een provincie. Op het Riek om die Bernik beter te begeleiden. Het Riek moet gaswinning verbieden, eigenlijk bij Ten yes, en ook het is een heel kwetsbaar gebied. Ook. Ik denk dat we daar als Frieslanders inwenders van profiteren, maar ook als toeristen. En Ik denk dat we juist op dat gebied mijn stuk natuurbescherming werkje maken. En daarom gaswinning net tasten moeten. En Friesland kan een kerncentrale komen? Onniers, oh, uh, wie ben wofvak energie, Een goede mix van energie is ik nodig. Alleen het kabinet had ik al twee opties omwezen in Borselen en Maasvlakte. En die omgeving is beter geschikt als een mooie om als Friesland. De ziekenhuizen van Snitz en het JRVMAT de IPBO. Als CDA hebben we pleit voor het behoud van streek ziekenhoesen aan alle kanten. En op het moment dat de ziekenhoes verdwijnen, zo dat ik eerst in consultatie met mijn inwenders en mijn gemeentebestuurder. Dat is hier net gebeurd, dus we vinden dat beide ziekenhoesen IPBO. De oerhiet mag je boeren dwingen om haar bedrijf te verkeerpen. Ja, totaal oneers. Er is een probleem in Nederland, het stikstofprobleem. En dat kan alleen nog oplossen als het melkbad bestelt. Als Mierskip, Mai Agraris en de Hoeit. En valt bovenal dwang op uh, lezen, werken talenten maar Avriels. Nederland moet meer vluchtelingen opvangen, ik in Friesland. Onlangs, het opvangen van vluchtelingen is natuurlijk net een doel op zich. Tuurlijk, want mensen die vluchten voor oorlog en geweld, een een plak gaan. Ik in Friesland, ik in Nederland. Alleen dat we een meer grip krijgen op migratie. En dat ik onderling in Nederland afstemmen, maar ik in Europa. Friesen de farang hebben op een wedding in Friesland. Ja, Friesen moeten eigenlijk altijd farang uh, hebben, zelfs wie de kassa. <laughs> Uh, maar wel ik Alle uh, al de gemeente met meer bevoegdheden krijgen om uh, verrang te aan eigen inwenders, verranging aan mijn sociaal-economische binding met hun dwarp. Of bijvoorbeeld meestal mijn vitaal beroep Ik verrang aan op het taalwezing van werking in hun dwarp, om daarmee de minstschrift te maken. Natuurgebieden in Friesland, maten grutter worden, eigenlijk als dat ten koste gaat van landbouwgroen? Nee, totaal oneens. Ik denk dat we grote problemen op dit moment hebben. Ik maak natuurgebieden, ik denk dat we eerst die problemen oplossen in En sterker nog, ik boeren daarin beter Better, beschermen in matten. Dus uh, oneens met deze stelling. Om jij moet chin te gaan, maar dat minimum leer omheeg. Ja, dat was zeker omheeg. Uh, Juist waar de meest kwetsbare doelgroep. Toen liep het hier door CDA net mij in een wedrace om het zo hoog mogelijk minimum leren uh, te bieden. Dus we wil het gewoon een groeipatroon hebben, en daarmee ik uh, het minimumleen stapsgewijs onder brengen. Dank u wel, de Mario Noot terug naar Erik voor de stelling van de dag. Ja, Spoels, weet je nog even om het erop praten te praten. Is de stelling om het wenning te kwartieren te gaan. maar ik op landbouwgroen bouwt. Worden? Ik meen dat het CDA's een boerenpartij weer. Ja, en dat is ik zeker. Uh, heel veel pleit ik van een stuk bescherming. van ik vruchtbare landbouwgroen. Maar waar we zo'n CDA-wopje in verzetten. is de beeldvorming dat het of om een koe of om een wenning. En dat is net het geval. Wie pleit als CDA bij elk dorp en elke week een strijd ziet erbij. En dat kent soms ik de gasten van Landbouw grond, want het wenk ik te kwad, is heen en nederig. En wie matteplak plakbieren onjong en oud, om ik te gieren, die uitzien te krijgen. Ja, het verleden van rond het Gieters-Boppen, dus het verleden van een boer om land te hebben om op de boer te boeren. Nee, dan ben ik onderzoekend. Uh, Stel dat het heel Nederland bij elk dorp, elke stad, een strijd bouwen, soort. Dan zorgt het een kosting in van 1% van het landbouwareaal. En dat is acceptabel? Dat is acceptabel acceptabel. En Leo, mij, is, is net zei dat van jongens, hey, we willen helemaal niks. Er is best maar te praten. Uh, Ietsje stelling van wat soms zijn wordt van jongens, hey, we zetten alles maar fort. En we zetten alles zinnelijk wel op. Er is maar te praten. Uh, ik denk dat het weinig te kwart echt een probleem is. We hebben flink in investeren, mannen En mag je dan in dat geval soms ik boer een uurtjejeje kennen? Nee, net verplicht. Uh, de BWC die eigenlijk heel duidelijk in. Krijgt als mij het stikstofprobleem. Leo, weer erin, dat is een onderling gesprek. Dus at een gemeentebestuur in de spreek, die spreek je het mij bijvoorbeeld een boer, dat er echt wel oplossingen is. Maar als de boer nou nee staat en een e ee wat doe je dan? Ja, we kennen het net op dat stuk groen. En wie mag dus ik beseffen dat net alle groen groene ontwarpen eh, boerengroen is en vooral landbouwgrond Dan lees ik soms ik liggende trein met jongen van, van een dwarp Ik denk dat we daar juist op inzetten moeten, om dat te verfraaien en die verpaal brengt zintingen in en deze stuk ben ik wel te mei Ja, maar als de groen vruchtbaar is en de boer wilde net halen, dan gaat het net droog. Nee, dan geef het net droog, want je bent net van de verplichting om boer nu te kijken. Nee. Oké. Okay. Dankjewel. Uh, uh, van je deelname. On Dumke op Dumke Del. En dit is de laatste aflevering van Dumke op Dumke Del. Dank voor het chat. En een soort succes in de stemhokje op 22 november. en de volgende verkiezingen.